We gaan nu over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Eerste punt van de dagorde is de goedkeuring van het vorig verslag. Zijn daar opmerkingen op? Als er geen opmerkingen zijn, dan beschouwen wij dat als goedgekeurd. Dank u. Mededelingen zijn er. Zijn er niet, denk ik. Nee, mededelingen zijn er niet. Het punt 3 is een kennisname over voor wat betreft de huur van containerunits. Schepen, aan u het woord. Ja, bij de verbouwing van het sociaal huis was het idee van ons, van de architecten van Solva, om de verbouwing te doen op en de medewerkers daar te laten werken, maar de verhuisbewegingen, de werkzaamheden zo in te plannen en dan de medewerkers een keer te verhuizen van beneden naar boven enzovoort. Maar tijdens de uitvoering van de werken is toch gebleken dat dat eigenlijk naar werkbaarheid geen oplossing was. Er is een keer bij het verwijderen van het asbest een waterleiding geraakt, waardoor dat het water letterlijk naar beneden liep. Blijkbaar zijn er ook van dat gebouw geen plannen beschikbaar van alle buizen die in de grond zitten. Dus af en toe werd daar de elektriciteit geraakt bij werkzaamheden. Dus dat is... Dat was niet werkbaar. Vandaar dat wij beslist hebben om met gedringende tijd containers te gaan huren om de medewerkers van de sociale dienst op een treffelijke manier te kunnen laten werken. En daar nemen we nu kennis van. Ja, dankjewel. Zijn daar vragen over? Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van het punt 3. We moeten geen stemming hebben, want het is een kennisname. Excuseer. We gaan over naar het punt 4. Dat is eigenlijk hetzelfde punt 6 van de gemeenteraad. Zijn daar nog vragen over? Ja, we gaan de vragen doorgestuurd krijgen. Oké, dan gaan we stemmen over dat punt 4. Stemming. Ja. Dus 19 ja-stemmen en 10 onthoudingen. Oké, dank u wel. Punt 5 betreft over is een overeenkomst met de stad Aals en zaken financiering over Kophuis. Janne? Ja, dus de stad Aals is eigenlijk penhouder voor het over Kopnetwerk Denderstreek Meetjesland. En Zottegem, zoals u weet, is deel van Panacea en krijgt een over Kophuis. Maar aangezien stad Aals penhouder is, ontvangen zij eigenlijk de integrale subsidies voor gans die overkophuizen in gans de regio. Het is uiteraard de bedoeling dat zij, stad Aals, die subsidies die zij ontvangen van ter belopen van 457.000 euro per projectjaar doorstorten naar de verschillende afzonderlijke delen. En wij zijn trekker voor Panacea en wij gaan dus van de stad Aalst 80.417 euro ontvangen. Daarvoor moet er een overeenkomst worden afgesloten met de rechten en de verplichtingen. Zoals eigenlijk logisch is om het beheer van die centen op een goede manier tot bij ons te krijgen. Dat is eigenlijk het voorwerp van de overeenkomst. Ja, oké. Zijn daar vragen over? Geen vragen? Dan kunnen we stemmen daarover, over het punt 5. Stemming. We krijgen het. Oké. Ja. Wie nog? Dirk Leon. Ja. 29 ja-stemmen. Dankjewel. Dan het punt 6, aanpassing huishoudelijk reglement, dienst gezinsopvang. Janne, aan u het woord. Ja, er zijn een aantal beperkte wijzigingen, wat woorden die veranderd worden, zinsneden die verbeterd worden. Maar de belangrijkste wijziging, en je kon die lezen in track changes, zit op pagina 13, namelijk de voorrangsregels. Die zijn aangepast, maar dat is overeenkomstig de regels zoals bepaald door de Vlaamse overheid. En die zijn... Ja, overgenomen in het huishoudelijk reglement van de dienst. Heidi? Ja. Zijn daar vragen over? Ja, Peter, Heidi en Jana. Ja. Ja. Ja, Peter, aan u het woord. Ik weet dat we daar niet veel kunnen aan doen, hè, dat een hogere overheid bepaalde voorrangsregels oplegt.
maar gelet op het feit dat ik daar totaal niet mee akkoord ben en dat dat mensen die halftijds werken, om één voorbeeld te geven, zwaar in de problemen kan brengen, zal ik mij onthouden. Ik kan het tegenstemmen, maar dat heeft geen zin. Ik kan er ook de mensen lokaal niks verwijten, ze moeten het overnemen, maar dit is echt een heel slechte beslissing volgens mij die de Vlaamse regering heeft genomen. Oké, ja, Heidi. Jullie voeren uit wat de Vlaamse regering heeft beslist, maar in deze is dat een zeer, zeer negatieve beslissing. In die zin dat jullie de toegang naar de kinderopvang beperken. Dus jullie zeggen van, voilà, vanaf nu moet je 4/5 werken, want ons aanbod is te beperkt, dus richten wij ons naar de werkende mensen. Maar de kinderopvang heeft ook een sociale en een pedagogische functie en die wordt hier zomaar eventjes genegeerd. Ik begrijp ook niet goed hoe dat je als Vlaamse regering ernaar streeft om de arbeidsgraad of de participatie op de arbeidsmarkt te doen verhogen. Je wilt dat die hoger wordt, maar dat je anderzijds zegt, ja, het is enkel voor de 4/5, dus, voor de gezinnen die allebei 4/5 werken. Ik vind dat dus ik ben ook niet alleen, er is een voldoende reactie op geweest, maar ik vind dat een zeer, zeer jammerlijke beslissing. Dus ik ga tegenstemmen. Oké, ja, Jana. Ja, bedankt. Onze positie ligt eigenlijk in de lijn met wat Peter en Heidi net hebben gezegd. Net zoals de minister hier zegt, het is ons schuld. Het is jullie schuld. Het is echt een heel verkeerdelijke beslissing. Maar bon, die discussies zijn in de betrokken parlementen wel gevoerd. Net zoals Peter aangaf, gaat het vooral over inderdaad mensen die deeltijds werken, zullen zeker benadeeld worden. Daarnaast is het ook gewoon niet ten goede van het kind. Een kind wordt eigenlijk bijna gestraft omwille van de positie waar de ouders zich in bevinden. En weten allemaal wat de meerwaarde kan zijn van een kinderopvang voor het opgroeien van een kind. Dus daarom zullen wij ons ook onthouden bij dit punt. In dezelfde redenering van Peter, dat tegenstemmen ook geen verschil maakt. Het is overop al beslist. Dank u wel. Nee, ja, Matthias. Ja. Allee, Jana, dat is niet verstandig. Ik maakte een grapje om dat aan te pakken. Dan moet je natuurlijk een reactie kunnen verdragen. Hè. Eerst en vooral, ik ben het helemaal eens met jullie. Kinderopvang is inderdaad meer dan alleen maar een ondersteuning vanuit de overheid om mensen te helpen te gaan werken. Het is ook een bijzondere sociale begeleiding van jongeren. Maar je zit natuurlijk met een probleem. En dat is geen probleem dat nu de laatste jaren door ons gecreëerd is of ontstaan is. En dat is dat er een tekort is. Een probleem dat ook hier in Zottegem de laatste tientallen jaren al speelt. Er is een tekort aan kinderopvang. Wij hebben op een bepaald moment de budgetten meer dan verdubbeld. We zijn er van 360 naar 840 en nog wat meer. En zelfs als je nog buitenschoolse kinderopvang en zo zitten we boven 1,4 miljard, als ik mij niet vergis. Maar desondanks, en dat is een grote discussie geweest bij ons ook, is die verhoging van de budgetten toch niet voldoende geweest om het aantal plaatsen voldoende te doen toenemen. En daar zijn nu ook maatregelen genomen. Ik denk dat die ook maar nog niet alles zullen verwezenlijken. Omdat je maar een heel subsidiesysteem zit, dan niet altijd het bijcreëren van plaatsen als eerste reactie heeft. Maar eerder dat bestaande plaatsen beter betaald worden. Maar daar zat je mee. En dan is het gemakkelijk natuurlijk om te zeggen, er is te weinig, het is niet goed en het klopt niet. Ja, allemaal goed en wel. Maar op een bepaald moment moet je keuzes maken. En welke keuze hebben we gemaakt? Dat is dat we met dat tekort aan plaatsen, 90% daarvan, want het is beperkt tot 90% daarvan, wordt er inderdaad voorbehouden voor die mensen die gaan werken. Want iedereen van u zegt nu dat het jammer is voor degene die 3/5 werkt of wat dan ook, dat die geen plaats krijgt. Maar het is een voorrangsregel. Dat betekent dus niet dat die mensen uitgesloten zijn. Alleen wordt er gezegd dat die er nog net iets meer nood aan hebben door 4/5 te gaan werken, die krijgen voorrang. Het is geen uitsluitingsgrond, maar een voorrangsgrond. En dat is een groot verschil natuurlijk. Maar goed, volgens mij is dat een bijzonder verstandige keuze, zeker omdat die samenloopt met het feit dat we door extra budgetten meer plaatsen te proberen te creëren. En die moeten nu in de loop van de jaren effectief in uitvoering gaan. En dan hoeft je die voorrang niet meer in te voeren. Dan is er voldoende voor alles en iedereen. Oké, ja, Heidi. Ja, ik zou hier heel graag nog lang en uitgebreid over discussiëren, maar ja, gezien mijn functie... Ga ik dat niet doen, Matthias, maar als we elkaar een keer tegenkomen ergens, dan gaan we er wel nog een keer over spreken. Ja. Oké. Okay. Ja, denk dat. Ja.
Ja. Ja. Kom aan, dan gaan we over dat punt 6 stemmen. Stemming over het punt 6. Dus 18 ja-stemmen en 10 nee-stemmen. Dank u wel. Dan zijn... En 1 onthouding, sorry, 1 onthouding. Ja. Dan zijn we bij de bijkomende punten gekomen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Er is maar 1 punt, dat is van de Open VLD-fractie, lopende projecten voor het OCW, stand van zaken. Ja, ik heb die vraag daar juist al beantwoord. Hè. Ja, maar ik wou nog juist aan toevoegen dat de Vlaamse decreetgever zelfs uw bezorgdheid deelde. Ja. Oké, okay. Ja. Dan zijn we aan het einde gekomen van de raden. Ik bedank iedereen en wel thuis.